Binnen beleggen wordt het steeds meer gericht natuurlijk op risicomanagement en op absolute rendementen. En ook op kostentransparantie en alles wat daaromheen zit. Dus met andere woorden, het hele balansdenken, dat is denk ik iets wat centraal staat. De afgelopen jaren al, maar de komende jaren ook. En daarbij ook echt van een hele goede afweging van wat kost iets. En heb ik dat ervoor over gegeven, de mate van risico die ik daarvoor neem. En de mate van verwacht rendement dat dat brengt. Dus het hele absolute rendement denken is denk ik een belangrijke trend. En natuurlijk als je kijkt naar het reële contract, dat je ook wil proberen om die inflatiecomponent goed te tackelen. En dat is nog lastig genoeg. Nou, op zich zijn de gevolgen ervan dat je natuurlijk overgaat naar of een nominaal of naar een reëel kader. Pensioenfondsen worden geacht, of eigenlijk sociale partners worden geacht om zich daar ook goed op voor te bereiden. Maar er zijn best wel wat verschillen. En als je kijkt naar, als het nominale contract, zoals ze dat zo mooi noemen, wat mogelijk wel één pensioencontract wordt hoor. Dat je daar dus toch kortere termijn hebt om al die tegenvallers te kunnen pakken. En anders moet je gaan afstempelen. Nou, en afstempelen betekent dus dat je mensen moet korten op hun rechten. Zowel actieve trouwens als mensen die al met pensioen zijn. Ja, als je dan je horizon korter is, dan wel. Je moet het behoorlijk heftig doen. En in de pensioenwet staat toch wel een beetje aangegeven van dat is het laatste wat je zou moeten willen doen. Hè? Ultimum remedium hebben ze dat genoemd. Ja, dat betekent dat in je beleggingsbeleid in ieder geval, dat je daar terughoudender kunt zijn in welke assets je gaat kiezen. Voor die prachtige rendementen hebben we natuurlijk ook nodig dat we in ieder geval hoge rendementen kunnen halen op de verschillende assets. En als je kijkt naar vastrentende waarden, dan krijg je die rendementen op dit moment niet. En als de rente zouden stijgen, zou je er zelfs negatieve rendementen op maken op de assets die je nu hebt met vastrentende componenten erin. En als je kijkt in de algemeenheid in de economie, dan heb je natuurlijk nodig dat er een economische groei is om goede rendementen te maken. Nou, economische groei, die heb je bijvoorbeeld doordat de productiviteit stijgt of dat de bevolking stijgt, bevolkingsgroei toeneemt. Nou, in Europa hebben we dat allebei op dit moment niet. Er is wat dat betreft een periode van schulden saneren, schulden aflossen, niet uitgeven. En die periode, ja, dat is natuurlijk wel goed voor de langere termijn om weer gematigde groei te krijgen. Maar op dit moment zijn de mensen natuurlijk zeer terughoudend met hun bestedingen. De centrale banken hebben de afgelopen periode behoorlijk gestimuleerd. En natuurlijk zijn er dan economen die bang zijn dat er inflatie komt. Wij denken niet dat het op de hele korte termijn gebeurt. We denken dat er voldoende mechanismen zijn die dat nog op dit moment compenseren. Zoals inderdaad het feit dat er nog genoeg capaciteitsmogelijkheden, groeimogelijkheden zijn. En de bevolkingsgroei niet zodanig toeneemt. Dus er zijn allemaal nog mechanismes die dat nog compenseren. We denken ook dat de Fed op dit moment wel tijdig waarschuwingen geeft van er komt een moment dat wij minder gaan stimuleren en meer gaan verkrappen. En dus de hoop is en de verwachting is ook wel dat ze dat tijdig gaan doen. Zodat je op de langere termijn geen hogere inflatie krijgt. Maar hogere inflatie betekent ook dat er genoeg vraag moet zijn voor die producten om te kunnen rechtvaardigen dat die prijzen omhoog gaan. En de situatie op dit moment is niet zodanig dat mensen bereid zijn om heel veel hogere prijzen te gaan betalen. En je hebt allerlei andere mechanismen, zoals meer via internet verkopen, andere soorten concurrentiemechanismen met elkaar. De hele wereld is open. Competitie op producten overal. Dus ik denk dat die prijsstijging nog wel wat mee gaat vallen de komende periode. En dat ze op tijd wel weer zullen gaan verkrappen als dat nodig zou mogen zijn.